22 landbouwers mochten gisteren hun certificaat in Goede Agrarische Praktijken, GAP, in ontvangst nemen. De uitreiking vond plaats op het LVV-resortkantoor in Warnika. Deze landbouwers begonnen in juli met de training, welke is verzorgd door landbouwvoorlichters van het ministerie. Middels een vol en leerrijk programma hebben zij de nodige kennis opgedaan en onder andere hygiëne in het veld toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, traceerbaarheid en registratiebeheer. LVV hoopt hiermee de kennis en bewustwording van landbouwers te vergroten, zodat zij gewassen kunnen verbouwen die voldoen aan de voedselveiligheidsstandaarden om ten einde toegang te verkrijgen tot exportmarkten.